Dus het is eigenlijk nou ja, uniek waar we nu hebben. Bijzonder wat we meemaken. Ik heb dat eigenlijk nog nooit zo meegemaakt, zeg maar, zo druk. Zoals je ziet, zijn we hier aanbeland bij een wespennest. Een wespennest is, of de koningin heeft hier begin van het jaar een plaatsje gevonden om een nestje te maken. En zoals jullie kunnen zien, is dat nest al volledig in ontwikkeling geweest. Dat betekent dus dat de koningin al eitjes heeft gelegd, wat larven zijn geworden. De larven zijn weer werksters geworden en de werksters helpen volop om het huidige nest te voeden en verder te bouwen. Dit soort nesten, ja, die bestrijden wij meestal door de aanvliegroutemethode. Dat betekent dus dat wij het nest op de aanvliegplaats behandelen met een soort bestrijdingsmiddel, laat ik het zo stellen. En dat betekent dus dat de wespen het bestrijdingsmiddel meenemen naar het nest toe. Het middel, of de voeding die ze meenemen, wordt door het middel gesleept. Dat wordt meegenomen naar het nest, waardoor de larven dus kunnen sterven van het maaggif. En de wespen zelf die sterven van een soort contactgif, zeg maar, zo moet je het eigenlijk zien. Dit hele proces zal ongeveer 3 tot 4 dagen duren voordat het nest volledig is uitgegroeid. In sommige gevallen, hele grote nesten, willen wel eens een keer een weekje duren. Maar op zich is dit met 3 tot 4 dagen is dat bestreden, zeg maar, dit nest. Sommigen denken nog steeds dat het door de gemeente volledig wordt vergoed. Maar dat is helaas al ruim 10 jaar niet meer het geval. Enkele woningbouwverenigingen willen nog wel eens een keer het bedrag vergoeden, maar die hebben dan een soort compensatie in de huur zitten, zeg maar. Niet alle woningbouwverenigingen hebben dat. Meestal draaien de mensen zelf voor de kosten op. Ja, weet je, natuurlijk zijn er wat kosten die ermee gepaard gaan, maar aan de andere kant, als je er niks aan zou doen, is de ellende op zo'n mooi terras als dit bijvoorbeeld niet te overzien als die wespennesten op een gegeven moment uitvliegen. Nou, het is, ja, je komt natuurlijk onder de mensen en je helpt mensen en dat is... Ja, dat vind ik het leukste aan dit werk eigenlijk. Op naar de volgende. Ik zeg maar zo, geef de wespen geen kans na een bestrijding van Frans. MUZIEK